ziet het vaker voorkomen, elkaar uitdagen tot uiteindelijk een gevecht. Dat gaat ook echt gebeuren tussen twee YouTubers, namelijk Nessim, de ene helft van Supergaande, die gaat het opnemen tegen Anwar Finds. Wat die twee heren voor een beef hebben, daar gaan we vandaag achterkomen. Maar op 22 september, dan gaan we het in de ring meemaken. Ik ben benieuwd, en niet alleen, want ik heb ook nog de heren van de K1 Legends bij me. Welkom bij The Punch. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Punch. Vandaag weer bijzondere gasten. We hebben niet alleen de K1 Legends, Sam Schild en Ernest de Hoost. Heren, welkom. Vandaag namelijk draait alles om mijn gast hier, oftewel Anwar Finds. Hey, leuk dat je er bent, Anwar. Gezellig. 22 september. Dan ga ik vechten. Battle of the Influencers. Klopt. Ja, hoe is het zo gebeurd? Ja, heel grappig. Hij daagde mij uit via WhatsApp van durf je te vechten? En ik dacht, ja, waarom niet, man? Ik ben niet bang. Dus, ik heb nooit gebokst, maar ik maak hem gewoon in. Ja? Ja. Keihard, want je bent officieel een amateurvoetballer? Ja, amateurvoetballer. Ja. Maar je hebt nog nooit zo hard getraind als zeg maar deze periode? Nee. Ik ben wel een paar keer echt blackout gegaan, maar dat is wel goed. Dus, over je nek gegaan? Blackout of knockout? Gewoon alles uit zwart. Bam op de grond. Maar ik heb niet gekotst. Dat is goed. Niet gekotst? Nee, nee. Niet genekt? Dat geeft niet. Wel een beetje duizelig, maar nee. Want je hebt een conditietest bij Melvin gedaan? Ja, daar ging ik op de grond. Maar ja, ik had niet gegeten in de ochtend. Ik dacht, doe ik wel even een fit-test, maar moet wel goed. Wat moest je precies doen dan? Was zo'n airbike of? Oh ja. Die moest je zeg maar 20 seconden echt hard bezig en dan 10 seconden rust. En dat moest je 8 keer doen. Oh, even gelijk vol gas. Ja, na die fiets was ik een duizelucht. En dacht ik, wow. En toen moest ik nog verder, moest ik nog roeien, trap of trap af, met touwen bezig. En ja, uiteindelijk viel ik neer even. Maar ik heb die oefeningen wel afgemaakt, dus... Je hebt verder niet in je broek gescheten, zeg maar. Nee, dus ja, ik was wel even... mijn hartslag werd wel hard, maar... Ja, behoorlijk, ja. 8 keer rondje de aerobike, nou ja. Ik doe nu 13 keer, hè. Wou ik zeggen. want je traint je techniek met Murat. Murat, ja. Murat Aygun. Ja. En ik heb nog een vriend, Ashkan, die geeft zelf ook gewoon bokslessen. Daar doe ik ook gewoon sparren mee. Ook nog. Een ja. Beetje boksles meer... Daarbij, ja. Ja. Heren, kennen jullie Anwar Finds al een beetje of niet echt? Niet echt. Niet echt. Ik loop achter. Nee, ja. Ik ook niet. Sorry. Nee. Nee, dat maakt niet uit. Maar hij gaat voor het eerst vechten. Ja. Hij komt eigenlijk ongetraind komt hij hierin. Is het belangrijk om even wat mee te geven vanuit twee legendes aan Anwar? Nou, ik vind het er sowieso knap dat je het doet. Omdat wij weten precies wat het is om te vechten. En, ik weet niet wat Sam betreft, maar ik heb best wel een aantal jaren getraind voordat ik mijn eerste wedstrijd deed. Dus als je dat gewoon zo een soort van out of the blue gaat doen, nou, dan vind ik dat knap. Dat vind ik dan dat is wel karakter. En ik hoop dat je gewoon goed traint en vooral het verdedigende deel niet vergeet. Want dat zie je gewoon heel vaak bij mensen die net gaan vechten. Dat ze aanvallen kunnen ze wel. Maar verdedigen is gewoon een stuk moeilijker. En incasseren denk ik nog belangrijker. Dat hoort ook wel bij verdedigen natuurlijk. Ja. Maar weet je, kijk, ik bedoel, incasseren, kijk, als je de eerste klap meteen moet nemen, en dan weet je meteen wat het is, weet je. En dat, ja, of dat fijn is, dat hangt gewoon vanaf van je incasseringsvermogen. Ja. Mm-hmm. Laten we eens even kijken naar de promo van jullie. Komt-ie aan. Er zijn al wekenlang geruchten op social media dat bepaalde influencers graag tegen elkaar zouden willen vechten. We hebben natuurlijk net het gevecht gezien tussen Logan Paul en KSI. Maar ook in Nederland zijn we ons aan het voorbereiden. Er zijn veel namen voorbijgekomen op social media. Maar ik mag officieel mededelen dat de eerste bokswedstrijd tussen influencers een feit is. Nessim strijdt 22 september tijdens het World Fighting League Gala tegen niemand minder dan Anwar. Hiervoor moeten zij de aankomende weken keihard trainen om elkaar letterlijk de ring uit te slaan. En dit wordt natuurlijk live uitgezonden op 22 september om 8 uur op Spike. Anwar, als je kijkt, je hoeft niet te trainen voor die derde ronde, want je gaat hem niet halen. Tweede ronde is het night night. Neem je pyjama's mee. Nessim, ik ga je haar van je kop afslaan. Je moet terug naar Istanbul. En jij kan erbij zijn. Kijk voor tickets in de beschrijving. Ben jij team Nessim
Of ben jij Team Anouar? Vanaf volgende week iedere woensdag en vrijdag op het YouTube-kanaal van Spike. Ja, dat gaan we wat beloven, 22 september. Ja, dat is sowieso. We hadden het net al over incasseringsvermogen. Mm. Jij verwacht dat je wat sterker fysiek bent met incasseren dan Nesse? Ja, ik train wel veel op verdedigen. Dus ik ga gewoon verdedigen en ik laat gewoon mijn trainer gewoon vol op mij afgaan. Dus ik probeer gewoon alles te dekken. Maar ja, je voelt er wel een paar, dat is normaal. En je ogen beginnen wel te knipperen, maar je kan niet blijven staan. Dus ik train daar gewoon hard op. Dus ik verwacht gewoon wel klappen te kunnen ontvangen. Maar of het gaat werken, dat weet ik nog niet. Ik denk dat ik ga winnen, dus... Maar nu even wat anders natuurlijk, want je gaat tegen Nesim, zeg maar de ene helft van de supergaande duo. Mm-hmm. Het is ooit begonnen als een grapje, maar nu wordt het toch ook wel een beetje serieus natuurlijk. Je bent al bezig geweest op social met battle en elkaar een beetje aftroeven. Hoe gaat dat? Het gaat goed, want ik pak hem gewoon op zijn... want hij vlogt en hij laat zich alles zien uit zijn leven. En hij heeft zeg maar ook zijn haar gedaan in Istanbul. Daar had ik ook een grap gemaakt van, ik sla je kapsel weer eraf, dat je terug moet naar Istanbul. Ja. Zo je dat daar kan zien. En dan die andere, Battle of the Noses. Die heb ik verloren helaas, maar zijn neus is wat groter, dus hij heeft die... nee, staat heel 1-0 voor met neus. Maar goed, hier is de camera, dus ik wil wel dat je nou een beetje trash talk doet, zeg maar. Dat je wel even een beetje wat gaat zeggen tegen hem, waardoor we dat wel kunnen gebruiken natuurlijk tegen hem, hè? Nou, oké, Nesim, ik denk dat je neus ietsjes kleiner gaat worden. En als je straks haar mist, gaan we samen naar Istanbul. Ik betaal. Maar goed, je gaat straks ook echt de ring in. Ja. En opgeven voor jou is geen optie. Jij gaat gewoon keihard gewoon. Ik ga er vol in, want hij laat zeg maar op Instagram vaak filmpjes zien van hoe hij bokst en zo. Ja, dat zie ik gewoon ook keer. Dan kijk ik zien hoe is hij, hoe beweegt hij. Want hij heeft heel veel video's op internet staan hoe hij heeft gebokst. En van mij kan je niks vinden. Dat doe je bewust? Doe ik bewust en ik heb nooit gebokst. Dus bij hem is het heel moeilijk te schatten hoe gaat hij starten, wat is zijn manier. En hij heeft alles op internet staan, dus voor mij is het, hij doet altijd dit en dat. Dus voor mij is het wat makkelijker, vind ik. Maar hij heeft meer ervaring. Dus, en dat kan ook... Hij is iets beter getraind? Hij heeft iets meer ervaring met training? Ja, ervaring. Hij heeft langer getraind, dat wel. Okay. Ik train nu maar ben je veel in gevechten beland? Ja, vroeger op school heb ik wel ruzies gehad, maar ik ontwikkel... Dus je wist al hoe je een vuist moest maken? Een vuist wil maken, maar ik ontwikkel altijd de vuist van anderen, dus... Okay. Nou ja, maar dat was op een andere manier, de echte manier van boksen. Ja. Dat staat helemaal anders. Je probeert te ontweken. Je kent nou niet met een slim praatje, je kent niet vanaf hè, als je in de ring staat. Nee, dan kom je om te boksen. Dan kun je wel praten, maar dat helpt niet meer. Hè? Nee, dat klopt. Je hebt de ervaring mee, dus ja. Maar ik vind het wel respect hoor. Ik vind het wel echt heel grappig dat jullie het doen. Uiteindelijk is het ook een beetje, zeg maar... want ik heb ook het idee dat jij het nog meer leuker vindt. Stel voor dat je zou winnen. Ja. Dat je straks daarna nog even heel lang kan blijven. Nee. Ik doe het gewoon één keer en dan nooit meer. Nee, maar ik bedoel meer dat je daarna Nesim kan blijven. Oh, blijven rusten. Zieken, ja, nee, dat sowieso. Je blijft prikken, toch? Ik blijf er gewoon roosten. Dus ik doe dat al jaren, dat hij foto's op Instagram plaatst. En daar maak ik een meme van, met een caption. Dat doe ik al vaker. Dus als hij verliest, is nog leuker. Dan kan ik blijven... Maar als jij verliest, dan neem je hem ook als een man? Natuurlijk neem ik hem als een man, maar dan blijf ik hem nog steeds pesten. Dus, Oké. Okay. Maar laten we ook even kijken hoe tactisch je bent tijdens de face-off. We zijn weer aangebroken bij een nieuwe face-off en het is een face-off waar we allemaal op hebben gewacht. Ik ben hier met Nesim, ik ben met Anouar. Ja. Jongens, ik kan niet wachten man. 22 september, jullie gaan tegen elkaar vechten. De eerste influencer battle. Ja, en ik ben hartstikke benieuwd man, wat gaat er gebeuren? Ik denk dat er iemand neer gaat. Iemand gaat neer? Ja, maar dat ben jij niet? Zeker niet. Ik weet dat hij neer gaat. Wie gaat neer? Ja? Als jij zeg maar zo praat, geloof je jezelf echt? Ja man. Echt? Ja man, je moet supergaande account weer aanpassen, dus ik heb je ben je kwijt. Dat zijn wel uitspraken man. Doe met Tajula. Ja, maar zo ongeloofwaardig. Oké, maar het is een gevecht. Maar gaat het op punten? Gaat het op punten of wordt het een knockout? Er wordt geen punten geteld, hij gaat gelijk neer. Gelijk neer? Dus dat betekent eerste ronde? Wie weet. Maar je gaat me niet kunnen raken, je gaat me niet zien bro. Bro, ik doe alleen je vuist, raak je neus al. Ik hoef je gezicht niet te raken, ik raak je neus al gelijk. Kijk, weet je wat ik leuk vind bij Anouar? Zeg maar, hij kan heel veel leuke grappen maken en zo. Mm-hmm. Maar op dag van het gevecht gaan grappen niet helpen. Grappen gaan me eigenlijk alleen nog maar bozer maken. Dat is wat ik bedoel? Dus je kan het proberen ook op die dag zelf om daar nog meer grappen te gaan maken. Maar
Ik weet niet, man, bro. Bro, ik heb je al op Instagram gezegd, maar elke keer als je grap maakt, plus één. Ja, man. Bro, plus één, man. Zet je verzekering, je moet je verzekering wat hoger zetten, man. Bro, ik ben zo zeker van zaken, ik ga mijn verzekering stopzetten. Ja, 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 ja. Ik hoef geen verzekering. Geen risico en zo. Dat zijn uitspraken, man. Bro, hij gaat neer, man. Hij gaat neer. Man, laten we het eventjes over inhoudelijk gewoon. Er zijn wel wat dingen gebeurd. Hè. Ik kom eerst bij jou, ik hoorde een conditietest en je ging knock-out. Ja. Dat hoorde ik ergens. Hoe zit het nu met de conditie? Die fiets heb ik nu kapot gemaakt, man. Je hebt hem nu kapot gemaakt? Ja, man. Door het gewicht, niet door... En hoe zit het bij jou, bro? Want voor heel dit traject was je ongezond, toch? Ja, we hebben allebei hetzelfde conditietest gedaan. Ik ging wel dood, maar ik ging niet knock-out als een bitch op de grond liggen. Ah, mijn hart doet pijn. Ah, mijn spieren doen pijn helemaal. Bro, hij ging echt knock-out, hè? Hij wees aan zijn hart gewoon, ik kan niet meer. Hij wees aan zijn hart, bro. Bro, je moet luisteren. Ik had niks gegeten en ik heb nog een paar testen meer aan hem gedaan. Hou nou eens. Je hebt genoeg vet om te overleven, bro. Een week lang. Jij gaat jezelf afvragen, waarom ben ik hier aan begonnen? Maar denk je ook dat hij lacht omdat hij zenuwachtig is? Zo is dat? Ik denk dat dit is onzekerheid. Dit is onzekerheid. Nee, man, ik zeg hij is onzeker. Ik ga helemaal stuk om Ik ruik angst. Je ruikt jezelf, bro. Je ruikt jezelf, man. Bro, ik ruik, bij mij is alleen maar hard werk, bro. Nee, bro. Bij mij ruik ik hard werk. Nee, man. Jouw is het angst. Nee, man. Je bent een pussy, man, bro. Pure angst. Oeh, het gaat over pussies en zo, man. Dat is... Maar niet uit, man. Zo collega, leuk. Hè? Ik vind het leuk. Hij is voor jou, man. Ik weet, jij gaat neer, man. En hij gaat de benen in de hoek staan van dankjewel, man. Hij heeft eindelijk klap gekregen. Maar het gaat wel om wie wint. Is wel de eerste YouTube-koning, de influencer-koning van Nederland, kampioen. Ja, maar ik ben al de meme-king, en dus die koning kan ik ook zijn, man. Ja. Met een meme-battle heb ik al gewonnen. In mijn neus-battle heb jij gewonnen. Bro, op internet kan battle je... Battle of the nose heb jij gewonnen, geen bro. Geen ene kut wat je op internet over mij zegt. Bro. Aan het einde van de dag heb je niks aan die memes, je hebt niks aan die grappen. Het enige wat er gaat gebeuren is de meme-koning gaat een meme worden. Punt. Soef, dat gaat er gebeuren. Dat is een uitspraak. De meme-koning. Jij gaat de grootste meme worden die er is. Nee, man. Maar jongens, laten we gewoon ophouden met praten en laten we gewoon wachten op 22 september. Ik kan niet wachten, ik hoop jullie ook niet, want dit wordt gekkigheid. Let's get it, Mike. Let's get it. Ja. Vandaag in de studio, ene helft van het duo Supergaaf, oftewel yes. Nessim. Yes. Hoe is het, man? Ja, dankjewel. Ja, gaat goed, man. Gaat goed. Ik ben lekker aan het trainen. Voor de partij, zoals je kan zien. Battle of the Influencer Battle. Hè, op 22 september in Almere. Ja. Tijdens het WFL-gala. Ja, ik heb er zin in, man. Ik ben blij dat wij primeur te pakken hebben. Dat wij de eerste zijn in Nederland die dit gaan doen. En ik ben fucking hard aan het trainen elke dag. Wat is het met jou en Anwar van Anwar Fiennes dat jullie zeg maar, tot deze epische battle zijn gekomen? Nou ja, kijk, weet je, het is... Voor mij maakt het in principe niet heel veel uit wie mijn tegenstander zou worden. Ik bedoel, je had daar elke influencer kunnen neerzetten en dan had ik het ook gedaan. Je weet toch? Alleen Anwar was de enige die eigenlijk gewoon man genoeg was om het te accepteren. De rest, they bitched out. Wie heb je gevraagd? Ik ga geen namen noemen. Jawel, nee. Doe nou. Weet je, dat kan gewoon niet. We zijn hier met Sam en Esther gewoon met vieren. Maar het ding is, ik wil die jongens geen shine meer geven. Ik ben er klaar mee. Ik heb die jongens, ik heb ze genoeg shine gegeven op Instagram. Wie wilde niet, wie je heel graag had willen hoeken? Ik ga er niet uit me halen, man. Wie had je willen hoeken? Aan het einde van de dag zijn het gewoon meisjes, maar ik ga er niet over praten. Wie had je een cookie willen geven? Daarom juist, omdat het meisjes zijn, dan kun je het gewoon zeggen. Dan weet iedereen het. Nee, maar fuck dat, man. Ik ga ze echt geen shine geven. Ik weiger het. Echt niet. Ik ga het niet doen. Maar was er iemand die je als eerste op je verlanglijstje had, die je wel eentje zou willen geven? Nee, kijk, zoals ik zeg, man, voor mij had je echt iedereen daar kunnen neerzetten. Als iemand op mijn gewicht was, prima. Ik vind het helemaal goed. Ik heb gewoon zin om te knokken. Ik vind het een mooie sport. Heb je al eens eerder geknokt in je leven? Nee, een paar jaar terug heb ik wel, maar dat was echt gewoon binnen onze gym heb ik een partij gedaan, zeg maar. Het was niet een ding of zo, maar dat was zeg maar een soort van sparren. Ja. Ja, toch? Dus dat heb ik wel gedaan. Maar ik heb nooit echt dit gedaan op dit. Dit is geen sparren. Nee, dit is geen sparren. Je staat hier gewoon. En ik moet ook wel zeggen dat zeg maar, het sparren wat ik nu doe tijdens trainen is ook weer heel anders dan het sparren wat ik 4 jaar geleden heb gedaan. Want toen kon ik echt letterlijk niks. En het was echt een beetje kattengekrauw. Het was echt niks. En dit is wat je gaat boksen? 3 keer boksen. 1,5 minuut? Ja, man. Maar het boksen, je wordt nu aardig aangepakt, zeg maar, door de jongens? Ja, weet je, ik train nu met jongens die bijvoorbeeld ook voor Glory moeten vechten en dat soort dingen. En ik spar dan ook tegen hen. En zij wegen meer dan ik. Zijn er jongens van 85, 90 kilo. En ja, dan krijg je wel een paar pompers, man. Ik heb ook echt letterlijk elke blessure opgelopen in de afgelopen weken die een bokser misschien in zijn hele carrière kan krijgen. Dus ik heb het zo moeten leren. Gelukkig zijn we nu in volgens mij week 6 van trainingskamp. En ja.
Ik voel me goed, man. Het gaat goed. Ik ben veel scherper. Mijn conditie is onwijs goed op dit moment. Dus ik heb laatst ook, ik denk, 8 of 7 of 8 rondes gespart van 1,5 minuut. En dat ging goed. Dus ik denk dat drie wel een makkie moet worden. Dus ja, je voelt je goed, maar het lichaam doet zeer. Ja. Hier en daar heb ik wel nog wat dingetjes. Die jongens die pakken me hard aan. Maar ik leer ervan. En ja. ik voel me goed, man. Ik ben mentaal ook gewoon op een goede plek. Dus laten we even kijken naar jullie promo. Dames en heren, tijd voor de Normaal Supreme. Messi tegen Melvin Manu. Let's go! Oké. Okay. Dat is ook wel tijd. Hij staat nog. Alleen die grijns op jouw gezicht. Ik krijg gewoon langs maar hij heeft een minuut volgehouden al. Kijk, bam, kom, spree. Gaat hij deze? Maar ging hij niet daarna? Wat een lul is het ook, hè? Echt een lul. Dat is een van die jongens, hè? Waarschijnlijk. Voel je die nog van Melvin? Nee, maar elke keer als ik hem zie, moet ik er wel aan denken, maar ik zeur er maar. Ik denk wel echt een lul. Maar ja, goed, wat moet je doen? Ik bedoel, ik was toen ook jong en ik wou het graag doen voor een item. Maar hij heeft mijn lijp. Ik had volgens mij na dat had ik ook een rib gekneusd. Dus ja, man. Dat bedoel ik. Voel jij een druk, een verplichting naar je kijkers dat je ook echt moet winnen? Nee, ik voel niet echt een druk. Weet je, okay, ik weet gewoon van mezelf dat ik gewoon heel hard aan het trainen ben. Ik bedoel, ik train 6 dagen in de week, soms 2 keer per dag. En ik weet gewoon wat ik kan, snap je? En ik ga er gewoon voor zorgen dat ik op die avond gewoon ga presteren en gewoon mijn best ga doen. En ja, er zijn heel veel mensen die heel veel van mij verwachten op een of andere manier. Maar aan het einde van de dag, kijk, ik ben geen pro, snap je? Ik kan en doe gewoon wat ik kan en wat ik heb geleerd. En we gaan gewoon voor de winst. En of mensen wat van verwachten of niet, om eerlijk te zijn, boeit me niet echt. Maar je bent toch een pro met je business? Dus dan ben je toch ook met alles wat je aanneemt? Ja, zeker man. Maar ik wil me niet te veel van aantrekken van wat mensen van mij verwachten, omdat ik daar niet op wil focussen. Ik wil me eerder gewoon focussen op dit gevecht. En dan gewoon, ik vind dat belangrijker dan wat mensen over me denken of verwachten of wat dan. Maar ja, nou willen we toch wel even natuurlijk ook keihard gewoon even weten. Ja, de camera is daar. Ja. Ik moet wel even dat je tegen Anwar Fijn natuurlijk ook even een beetje roept. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd, Anwar. Ik hoop oprecht dat je heel hard aan het trainen bent. Want je gaat het nodig hebben 22 september. Want ik ga niet rustig met je doen. Dat kan ik je zeggen. Heb je knock-out in je stoot? Ik denk het wel, man. Ik ga voor die tweede ronde knock-out, man. Ik heb het al een paar keer gezegd. En, tweede ronde knock-out? Tweede ronde. Schrijf even op. Tweede ronde knock-out. Echt? Ja? Ik weet niet of jullie geld zetten op dingen, maar zet je geld op mij. 100%. Okay. Duidelijk. Oh, nou, de telefoon van Sam gaat even af. Ja, dat zijn mensen die willen investeren. Die bellen al. Ja, dat denk ik ook. Die bellen al. Nou, dat is wel fijn. Dat is een wel top oplossing. Bam. Liever dan dit kunnen we het niet hebben. Ja. En Ernesto. Ik 5000 volgers erbij. Ernesto, voor jou de verwachting van deze partij. Nou ja, nu ik Nassim zijn grootspraak heb gehoord, denk ik wel dat hij er helemaal klaar voor is om Anwar aan te pakken. Het is niet grootspraak of zo. Het is gewoon, ik heb gewoon heel hard getraind. En voor mij is het grootspraak. Ja, snap ik. Omdat ik je niet ken, maar dat maakt niet uit. Dus tot nu toe is het grootspraak. Ja. Want als je tegen mij zou moeten, zou je geen schijf van kans. Nee, waarschijnlijk, dat is waar. Dus, Nee, maar luister, het is een legend. Man. Ik kan deze van niet disrespecten, man. Maar je mag het proberen. Ik moet wel zeggen, als ik 30 kilo meer woog. Dan had je het wel? Dan had ik misschien wel wat kunnen doen, maar. Had je wat kunnen doen, ja, inderdaad. Oh, dat je nou zo met die sport bezig bent, hè? Ja. Denk je nou ook dat je dadelijk, als je dadelijk deze wedstrijd hebt gehad, dat je ermee verder wil? Of, nou, ik moet zeggen, ik heb een soort van iets in mijn hoofd wat ik heel graag wil doen. Ik wil misschien hierna nog 1 partij in Nederland vechten op hetzelfde niveau, zeg maar. Als in ook een influencer battle gaan doen. En ik zou heel graag daarna een internationale partij willen doen. Dus tegen een influencer van een ander land? Ja, precies. Dus maar wel weet je ook al wie? Systeem een beetje ja, hadden. Heel graag. Ja. En wie maakt me eigenlijk niet uit. Ik denk dat is gewoon een beetje mijn droom wat ik wil doen. En als ik dat heb bereikt, dan vind ik het wel leuk. Maar echt boksen ook of ook kickboksen? Ja, echt boksen. Echt boksen? Ja. Leuk, ik hou van boksen. Ontzettend bedankt voor je tijd. Hey, dankjewel, man. Succes met voorbereiden en ik hoop van harte dat je heel blijft ook. Dat is ook heel erg belangrijk. Ja, zeker. Ik hoop het ook. Nog een laatste korte quote als meegever voor Nassim. Nou ja, ik denk, je geeft al aan dat je gewoon lekker aan het trainen bent en goed bezig bent.
Dus ik zou zeggen, ja, houd het vol tot 22 september en knallen. En jij, Sam? Ja, ik denk, ik heb er wel vertrouwen in, hoor. Dus, kijk. Dat gaat wel goed komen. Ja, je hebt al twee... ook kijken, of niet? Ja, tuurlijk. Zeker. Kijk, dus. Lekker, die steun heb je al. Bedankt. Ik wil de mensen thuis ook leuk bedanken voor het kijken. Dit was weer een nieuwe aflevering van The Punch. Ik wou zeggen, volgende keer zijn we weer met een nieuwe gast aan tafel. Dus kom dan zeker ook weer kijken. Dag.